Goed. Geniet en geef ze een hartelijk applaus. Wij knippen ze. We zijn vandaag hier op de Zappadag 2014 in Tilburg, in de Hall of Fame. We hebben net Magnificent gehad. Vandaag was het weer gezellig met allerlei verschillende bands. Waaronder onze eigen band Loco Henk. Straks krijgen we nog Onno Witte met Mark Teun en Stormvogel op toetsen. Daarna krijgen we nog Peter Thiehuis, een van onze jazz-corriveeën uit Nederland. Die overigens ook bij Ilse Lange heeft gespeeld en bij Chaka Khan ooit. Hij speelt samen met Herman van Haren. Herman van Haren is echt een klasse violist die eigenlijk in elke stijl zijn mannetje staat. En toen eiste hij dat hij zijn naam officieel in Driesel zou moeten veranderen. En toen was hij 7 jaar oud. Is dat waar of niet? Nee, hij was 5 zelfs. 5. De hele dag zijn de DJ's aanwezig, Gert Brunning en André van Bijsterveld. Die draaien alles een beetje aan elkaar, met vinyl vooral en een klein beetje digitaal. Daarnaast is Renate Engelen, schilderes, kunstenares, die eigenlijk met de muziek van Frank Zappa op de achtergrond zich laat inspireren en schilderijen maakt. En hoe bereik je dan de doelgroep? Via Facebook, via posters die we overal in, bij winkels hangen, flyers die we uitdelen, die we ook uit muziekzaken leggen en overal waar maar kan. Gaan we de 5 jaar halen? Moet nog even over nadenken. Er mogen nog wel wat bezoekers bij, vind ik. Dus ik hoop dat die vanavond komen. En ja, mocht het nog slagen qua bezoekersaantal. En we komen uit de kosten, ja, dan waarschijnlijk volgend jaar weer.